Ja, dit is ook al heel mooi. Alleen nou moet ik het dus zien, nog in elkaar zien te bouwen. Ja. Nou, dit was alleen maar de beschrijvingen die ik erbij kreeg. Voor de rest helemaal niks. En nee, we zitten geen 1,5 meter van elkaar af. Nee. Een hele goede middag. Mijn naam is Karen Staalman van der Werf. Mijn man, die heb ik nu aan de telefoon, dat is Roderick Staalman van der Werf. En samen met onze roedel vormen wij dus familie Staalman van der Werf. Ja, hey, hoe toevallig. Het is vandaag, voor jullie informatie, 20 juni. Het is nu 1:15, zoals jullie hebben kunnen zien op de klok. En ik heb een heel mooi pakketje binnen. Dat ga ik samen met jullie even unboxen. Want ja, voor wie het is, dat zien jullie er zo meteen. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Want we gaan ook nog ergens anders naartoe. Ja, wat ik dus al zei, ik heb een heel groot pakketje binnen. Echt een huge van een pakket, mensen. Ja, ik heb wat besteld. Zoals jullie wel kunnen zien, het is gewoon een heel groot pakket. Ja. Ik bestel weer eens wat. Lieve schat, wat ga je doen? Kom maar, je mag kijken. Hey. Ja, het is warm ook, hè, meisje? Ja, het is warm, ik weet het. Het is heel warm. Ja. Zo. Ben je zo benieuwd? Kijk uit, hè, want ik heb een schaar in mijn hand, schat. Ja, ik heb een schaar in mijn hand. Zo, oh, hij is gaaf. Wauw. Oeh, en de honden, die zijn ook heel erg benieuwd. Wat ook logisch is. Lieve schat, kijk je uit. Ik heb een schaar. Nee, lieve schat, ik heb een schaar in mijn hand. Leed, kijk uit. Ja. Wat is dat allemaal, hè? Lieve schatjes, kijk jullie even uit. Ja. 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 Zo, wat zou dit wezen, mensen? Ga je echt dan hier serieus gaan stoeien? Hai. Nou. Piep. Schuim kan ik al sowieso wel niet tegen. Piep. Helemaal niks, piepschuim. Dat geluid al. Daar krijg ik de rillingen van. Ja, daar krijg ik de rillingen van. Ja, ik kan dat niet tegen. Ja, lieve schat. Ga zitten dan. Ja, maar ik moet dit even unboxen, hè. Ja, ik moet dit even unboxen voor de mensen thuis. Ja. Echt wel. Nee, de baas die komt er zo aan. Dan gaan we ook nog even met jullie lopen. Ja, maar ik ga eerst nu dit doen. Ja? Mag ik erbij dan? Dank. Blijf. Ga zitten dan. Ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. En blijf. En blijf. Nou. Hoe dit nog moet, weet ik niet. Maar waarschijnlijk is dit de bovenkant. Het zal. Moet ik hem even anders doen? Nee. Die doe ik daar. Nee, dit gaat gewoon lekker fout. Heerlijk, heerlijk. Dit gaat zo lekker fout. Ja, lieve schat. Dit gaat ook zo lekker fout. Ik doe het lekker daar. Helemaal goed. Even op de bank, jongens. Sorry, mijn excuus. Oh, dan heb ik hier nog allemaal dingen. Ik moet echt zo meteen even gaan kijken hoe ik dit moet gaan doen. Het stikke idee. Ik ga even staan om mensen, sorry. Maar ik zet jullie zo meteen even ergens anders neer. Zo dan. Wat stikke mooi.
Zo, ik ga jullie even pakken. En ik zet jullie gelijk even ergens anders neer. Gezellig, toch? Ja. Dit is ook al heel mooi. Alleen nou moet ik het dus zien nog in elkaar zien te bouwen. Ja. Maar dan mogen jullie mij lekker mee vergezellen. Ja. Ja. Dan mogen jullie zien hoe groter deze wordt. Ja. Krijgen jullie al een beetje een idee van voor wie dit is? Denk het wel, hè? Ja, nou. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze timelapse. Nou, dit was alleen maar de beschrijvingen die ik erbij kreeg. Voor de rest helemaal niks. Nope. Maar hij staat hier, kijk. 1, 2, 3 verdiepingen. Dus ik ga de jongens zo meteen even plaatsen. En heel veel kijkplezier daarmee. En ik hoop dat het lukt. Met deze mooie timelapse hier. Ja? Wie? Kom eens hier. Ik heb een heel mooi kooitje. Een heel groot kooi.
Hé, hey, je kan naar boven, schat. Hé, hey, je kan naar boven. Moet ik nog één fles daarbovenin hebben. In hun mooie villa. Ze hebben gewoon een villa, mensen. Een villa. Ja, en dit moet ook gebeuren, hè? Ja, dit moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren. 15 liter. Zit hij nu al vol? Dat denk ik het wel dus. Of niet? Oké. Okay. Nee, moet ik fout doen. Kijk, dat is de man die het leuk vond om bij een tankstation perron nummer 6 te noemen. Die man, nou een hilarische vent. Echt waar. Geweldig. Je staat erop, jongen. Morgen voor jou, scheelt weer. Ja, toen waren we lekker in de auto onderweg. En naar mijn liefdalige moeder, want die is dus dinsdagjarig. Yep, en de 23ste. Dus mam, als je dit ziet, dan ben je al lang al jarig geweest. Dus alsnog gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, hey. Dat is leuk. En vandaag komen we op bezoek. Dat is ook grappig. Ja. En de 20ste. Ja, 21, nee, dan, ja, nee, het is morgen 21, ja, dinsdag. Dinsdag is hij jarig, ook leuk. En we hebben onze eerste dorpje alweer. Ja, gaat hard. Dus dat dan? Met een ton of zo, multitosti, oké. Okay. Zo. Ja, ga jij even inhalen of zo? Ja. Ja, oké. Okay. Het mag, maar het is niet aan te raden. Nee. Maar ja, komt wel goed. Wij zijn lekker laat vertrokken. En bij ons in de buurt was er alleen maar omleiding. En Rodi had eventjes een beetje last van zijn rug. Dus we hebben even Alkmaar gestopt. En nu gaat het weer goed. En uitkijken, want ze zijn hier aan het controleren ergens. Want er was een vrouwtje die aan het knipperlichten was. Ja. Goudlicht. Nee, maar ik denk, ik zeg het gelijk even tegen. Nee, ik krijg wel netjes. Ja, weet ik wel. Ja, maar ik denk. Dat maximaal staan. Nee, dat weet ik wel, maar alsnog. Maar het is wel fijn en dat iemand jou dus wel. Ja, okay. Kijk, niet iedereen die doet dat meer, hè. Nee. Als dus politie gaat controleren. Dat hen dat dus eventjes met een groot lichtknipper voor jou. Hé, kijk uit. Als iedereen dat nou zou gaan doen. En ook als je in de file komt te rijden om dus even op je gevarenknop te gaan drukken. Van hey, joh, ik rij op een file af of wat dan ook. Doe het. Want het is gewoon dat en dat je dan op dat moment gewoon communiceert met je andere weggebruikers. En dat zegt er iemand die dus nog geen rijbewijs heeft. Nee, maar wel heel lang al vanaf 2013 met de ex-verloofde en nu met de eigen man. Dus heel veel in de auto heeft gezeten, nu nog steeds, hè, zoals jullie wel vaak zien. Dus ja, dat is leuk. Ja. Yep. Zo, lekker met Rijk aan het lopen. Ja, lekker hè. Oeh, dat is lekker, Rekka. Lekker meisje. Ja. Ja, kom, gas op. Kom, op het gas, kom. Op het gas, goed zo. Keurig meisje. Ja, die lijn is een beetje groot. Ja, en lang. Ja, je bent lief. Ja. Kijk, lekker lange lijn. Zo, dame. Kom hier. Kom eens hier.
Is niet eng. Ja, goed zo. Kom. Goed zo. Je was dat leuk, het water. Ga maar kijken, kom eens hier. Rekka, kom. Ga maar kijken. Ga kijken, kom. Kom, ga kijken. Is niet eng. Is niet eng. Ga maar kijken. Kom. Is niet eng. Zo. Is niet eng, schat. Kom maar. Ja. Ja, jij vindt het nu even eng, maar het is niet eng. Nee. Maar je weet wel nu wat en wat water is. Ja. Rekken. Kijk eens. Nee. Andere dingen zijn veel belangrijker, hè? Ja. Lekker. Ga mee. Kom maar. Ja, meisje. Trappetje op of niet? Ja, hè? Kom maar. Lekker goed zo. Kom maar, ga lekker naar boven toe lopen. Heb jij haast? Heb jij haast? Hey. Heb jij haast? Dame. Hi. Heb jij haast? Hi. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Kom, lopen. Lopen. Door. Kom. Goed zo. Kom, lopen. Hoop. Ja, dat is je lijn hier tussen. Oh, oh, oh. Kom. Kom maar. Mee. Ja. Zo. Goed zo. Kom maar. Kom maar. Ja. Kom dan. Kom dan. Rekka. Kom. Lekker op de dijk. Vind je lekker, meisje? Lekker op de dijk. Kom dan. Kom dan. Ja. Ja. Lieve schat, je lijn. Kom hier. Lieve schat, kom eens even, schat. Moppie. Moppedop. Ja. Zo, nog steeds lekker met Rijka op pad. Ja. Lieve schat, kom. Deze kant. Liefie. Ga mee. Kom. Ja, kom. Kom, kom. Kom, lopen. Kom. Kom, voor. Ja. Ja, het was alweer... Hoe laat is het eigenlijk? Mag ik niet liegen? Nee, het is alweer 9:30, mensen. Ja. Bijna. Kijk, en dat is mijn mama. Nou, die kennen jullie wel van Corina en de baseball. Is dat zo? En van YouTube, hè? Ja. En nee, we zitten geen 1,5 meter van elkaar af. Nee. En natuurlijk van man bij het hond, hè? Ja, precies. Dat vergeet jij. Ja, precies. En daar zit Roderick. Met Rijka en Wynn. Ja. Nee, want wat ik al zei, mama is dus dinsdag jarig. En ze krijgt dinsdag nog meer bezoek, et cetera, et cetera, et cetera. En wij waren dus er nu even geweest. Dus mama is dus nu ook aan het vloggen. Gezellig. Hoi. Hallo. Hoi. Goed zo. Gaat goed. Dit is wel handig. Ja, daarom. Nou, daar zit ik me schoon. Dus, en we hebben ook nog eens een keertje Rijka. Rijka is spullen mee. Dus die moet ook zo meteen eventjes... Oh nee, die is gedoopt door Karin. Oftewel, de eerste zwemles gehad. En ze is geslaagd met vlag en wimpel. Hé? En
Ewen ligt er lekker naast. Ja, dus ik ga even de spullen zometeen in de auto doen. En dan ga ik ook gaan bus zometeen weer. Lekker pleiten, Joos. Wat gaan we doen? Kun je me zien? Ja. En ook Karin? Ja. Mooi. Een klein beetje draaien dan. Zo? Ja, ja, prima. Ietsje meer. Altijd leuk, toch? Ja, leuk toch? Mwah. Nee, daarom zeg ik al, geen anderhalve meter tussen moeder en dochter. Niet. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, wij niet. Wij niet. Absoluut niet. I love you. I love you too. Dat is mooi. Jij. Zijn moeder en zijn dochter. Lekker zo gek als een deur. Oké dan. Nou, we gaan lekker de hort op weer. Dag, doe ik wel mijn winterjack weer aan, want dus langs de gracht is het dan heel koud. Ja, moet het doen. Kom erbij staan dan. Ja. Malloot idioot. Scheelt weer. Ja, maar je kind. En de drie musketiers, hè? Ja, drie musketiers, oké. Okay. Ja. We gaan er weer van tussen. Nee, nou, hierachter. Ach ja, is het. Ja, dat weet ik. Want er staat ook iets heel leuks daar. Ja. Dus ja, dat weet ik. Oh, jij zat onder de auto. Ook handig. Wie? Meneer Rooijen. Gandalfje. Ja. Waar is die? Oh, daar. TikTok zeker, of niet? Nee. Wat dan? Hij gaat. Oh, oké. Ja, en wij vloggen. Dus ja, en mijn moeder ook. Dus... Oh. Zo mooi. Wauw, 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 wauw. Is echt gaaf, hè? Gaaf. Dat is goed. Rustig. Kijk er. Waar de lichtjes zijn, daar. Oké, wat zit hier voor de deur? Kan ik je zo laten zien? Daar niet van. Dat is zo'n vliegjes die en die hier en voorbij vliegen. En dan gaat die wazig worden. Kijk, vliegje en weg. Ook op die vliegjes. Ja. Want hier waren het heel veel vliegjes. Het is hier rustig hè, met schepen. Even een beetje rustig rijden als het kan. Ik heb hem. Een hele goede avond. Hi. Hoe gaat ie? Ja, goed. Met jou? Moe. Mm. Ja. Zomt er lekker naar bedje toe. Ook nog. Ja. Bedje Veren Stratenlaken, kussensloop nummerootje 69. Oké. Okay. Wat? Zij het zegt. Ja.
Maar wij hebben een onwijs leuke dag gehad. Lekker eventjes zijn bij mijn moeder. Volgens op verjaardagbezoek. En ik heb lekker ruim 44 minuten met Rijka gelopen. Kijk, lekker. Doe je goed. Ja, maar dat is ook allemaal terug te zien. Dus, maar wij hopen dat jullie een leuke dag hebben gehad ook vandaag. En dat jullie dit ook weer een leuke vlog vonden. Zo ja, zou ik zeggen, abonneer even hier. Doe het belletje aan. Doe dan hier ergens een duimpje omhoog. En vergeet dan zeker niet een reactie achter te laten. En dan zien we jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dus, dank jullie wel. Doei. Doei.